ISW Gasthuis Laan breidt na de zomer flink uit. Op het 2 verdiepingen tellende gebouw komt een 3e laag met klaslokalen. Daardoor stijgt het leerlingenaantal van globaal 800 naar 1000. Gemeentebelang Westland wil de verbouwing voorlopig uitstellen omdat een goed parkeerplan ontbreekt. Het aantal parkeerplekken in de buurt is volgens de partij nu al beperkt. Maar als er klaslokalen bijkomen, dan wordt de parkeerdruk alleen maar hoger. Nou, als je nu om je heen kijkt, is alles al vol. Er moeten parkeerplaatsen bij, want er komt verruiming van het gebouw. Er moeten parkeernormen op worden toegelaten. Nou, die past niet binnen dit gebied. Daarvan hebben wij gezegd, ga nou eerst onderzoeken hoe dat zit met die parkeerplaatsen waar die moeten komen. Er mag absoluut geen groen worden opgeofferd in deze wijk. En zorg dat de verkeersveiligheid gewaarborgd wordt, met name van de fietsers en de wandelaars hier zo. Tevens komt erbij dat de uitbreiding van de parkeerplaatsen moet betaald worden vanuit de bouw, vanuit het project van de school. Dat heeft niet in de plannen gezeten die wij als gemeenteraad hebben gezien, waar de meerderheid van de gemeenteraad met uitzondering van LPF en gemeentebelang hun goedkeuring aan hebben gegeven. Nou, er zijn op dit moment volop parkeerplaatsen op de Gassenslaan en op de Rederijkerslaan naast de school. Ik kom regelmatig overdag langs en dan kan ik altijd voor de school parkeren. En naast de school op de Rederijkerslaan is altijd heel veel parkeerplek vrij. Dus dat kunnen we met elkaar goed oplossen, denk ik. Verder is in de plannen een 2e fietsenstalling opgenomen. Nou ja, je ziet er een fietsenstalling met een klein hek of een hekwerk eromheen. Dus een soort klein alcatras. Dat gaan ze nu ook aan de andere kant van het gebouw maken. Daarmee wordt ook het uitzicht van de bewoners wordt belemmerd. Het is niet mooi om tegen zo'n hekwerk aan te kijken. Het is voor die bewoners die er nu al tegenaan kijken een ramp. Nou, de bedoeling is dat dat niet het geval zal zijn. We zijn ook in contact met omwonenden. Er is een bewonerscomité opgericht om over dit soort dingen, maar ook over de parkeerproblematiek en ook over de verkeersdrukte na te denken. En met hen samen proberen we een goede keuze te maken over waar de fietsenstalling komt. En op welke manier die netjes aan het oog onttrokken zal gaan worden. En verder, als er nog mensen zijn die behoefte hebben om mee te doen in dat comité, dan zijn ze van harte welkom, want we kunnen nog een paar mensen gebruiken. De Westlandse gemeenteraad behandelt dinsdag een motie van GBW waarin om uitstel van de verbouwingswerkzaamheden wordt gevraagd.